We zeiden het in de live-uitzending ook al, Arthur. De eerste helft bij Vlagen goed en bij Vlagen ongelooflijk slordig van West-Friesland SCW. De eerste helft was verdedigend heel erg zwak. Ja. Meerte stond er eigenlijk helemaal alleen voor. We verloren duel na duel. We kregen ook 16 doelpunten tegen. Sterker nog, na 15 minuten hadden we al 10 doelpunten tegen. Nou, als je dat zo door blijft verdedigen, betekent dat je 40 doelpunten tegen gaat krijgen. Thuis tegen VNL, dat kan natuurlijk niet. Dat tegenover stond wel dat wij aanvallend maken wij 14 doelpunten met sterk spel. De enige, ja, we missen 2 penalties. Dus als je die penalty gewoon erin schiet, dan staat het gewoon 16-16. Dus aanvallend was de pluim, alleen verdedigend was het zwak. Hebben we de tweede helft zijn we met een andere keepster begonnen. En dat werkte heel erg goed. Alisa, maar die had natuurlijk een paar 100% kansen. Ook toen startte de dekking niet erg sterk. Ik moet zeggen, later stond de dekking een stuk beter. We hebben eindelijk wat meer lef gekregen, dat we wat meer naar voren. En ik moet zeggen, het leek net alsof het harder werd geknokt, want we wonnen de duels. Ja, en dan verder aanvallend, dus het hoorde 27-24. Aanvallend hebben we, ja, nou ja, 27 doelpunten, dat kan natuurlijk. Ook de tweede helft weer een penalty gemist. En een enkele keer, maar ja, dat moet niet te kritisch zijn. De tweede helft hebben we, ik heb de ploeg ook een compliment gemaakt, dat wij tegen een hele goede sterke tegenstander, ja, VNL, want ze speelden een erg leuk spelletje. Beter als een oefencampagne. Ja, 100%. Ja. En goed, dat wisten we van tevoren al, maar ze speelden erg sterk. En dat je daarvan wint met, moet je kijken wat voor gehandicapte ploeg we hebben. Want ik zat net op de tribune te kijken, maar er zitten 7 speelsters van ons. En dat zijn niet de minste. Nee. En er komt ook nog bij, waar ik me wel zorgen om maak, is dat Meike, die is natuurlijk in de rust uitgevallen. Want die heeft zeer waarschijnlijk een gebroken middenhandsbeentje. Oeps. Ja, dat was dus toch een belangrijke schakel in de opbouwrij van West-Friesland SCW. Ja, met name in de dekking. Ja. Je stipte het even aan, in de eerste helft werden er al 2 strafworpen gemist. In de tweede helft nog eentje, dat zijn er al 3. Dat moeten eigenlijk zekerheidjes zijn. Ik vind dat wel een puntje van zorg. Want ze waren ook slecht ingeschoten. Ja, nee, kijk, wij hebben, maar ook dit, weet je, we zijn natuurlijk blij dat we die wedstrijd hebben gewonnen. Maar ik zeg het ook weer even, dit is een competitie om des keizers baard. Ja. Hij wordt serieus aangepakt door je dames. Nou, ik moet zeggen, door de club wordt hij heel erg serieus aangepakt. Ik vind ze verademing als je gaat kijken wat er voor reclame ervoor met de livestream, met al de vrijwilligers. Ik vind het tegen het professionele aan erg knap. Complimenten. Maar het is wel we spelen een halve competitie. 4 wedstrijden spelen we uit. 3 wedstrijden spelen we thuis. Nou, die wedstrijd tegen Volendam die hebben we dan gewonnen, maar 2 punten mindering. Die wordt overgespeeld op donderdag 6 mei. Dan gaan we er weer naartoe. En ik gebruik die wedstrijden ook weer gewoon om op te leiden. Dus winnen willen we natuurlijk altijd. Maar dat is één van de doelen. Dat is niet het belangrijkste doel. Je zag nu ook weer, iedereen heeft gespeeld. De enige die wat minder heeft gespeeld was Femke. Ja. Femke Jansma, maar die vond het niet zo lekker in de wedstrijd zitten. Dus heb je 2 dagen op de bank gelaten. Ja, de tegenover stond dat Floor op haar positie. Die kon de laatste 30 minuten kon ze nog wel aan. Deze knap. En ja, nogmaals, ik denk ook dat als ik zo zie dat de wedstrijden VZV en Quintus, ja, die zijn voor onze ploeg, onze extreem jonge ploeg, deze ploeg, die zullen nog een maatje te groot zijn, denk ik. Maar dat maakt nogmaals, het gaat me nog steeds niet om het resultaat. Het gaat me gewoon weer dit jaar ook weer voor het opleiden. En we willen volgend jaar, of eigenlijk pas het jaar daarop, dan zou het realistisch zijn om echt voor het kampioenschap te gaan. Ja, maar een beetje weerstand, daar worden die meiden groot van. Ja, weet je, dit is natuurlijk fantastisch, want iedereen krijgt heel veel speeltijd. Ja. En daar word je groot van, sterk, en daar leer je van. Kijk, het trainen is iedereen natuurlijk altijd, moet ook aanwezig. Er wordt hard getraind. We trainen ook nog relatief weinig tactisch. Ja. Want ik vind, omdat ik net ook zei, ja, we trainen ook nog helemaal niet op de tegenstander. Het is of een enkele keer. Maar dat is nog steeds niet belangrijk. Het is gewoon nog steeds weer dat wij alleen maar progressie willen maken. Dat we groter willen worden, sterker willen worden, technischer. En dat is het hoofddoel. Ga je de play-offs halen in deze alternatieve competitie? De play-offs, wat bedoel je? Ja, de eindschot. De eerste 2? Ja. Als dat zo zou zijn, dan zouden wij veel verder zijn dan wat ik denk. Dat zou heel erg lastig gaan worden. Want, ja, want je ziet nu, hè, kijk, VNL komen met 14 spelers, wij zijn met 13 spelers. Er valt er weer eentje af, dus we hebben 12 spelers. We mogen nog een keer, er zaten 7 man op de tribune die eigenlijk mee mogen doen. De spoeling is zo dun en we blijven gewoon hard trainen. Maar ik denk niet dat met deze ploeg, al nogmaals complimenten, nog een keer echt onder de indruk van de tweede helft wat wij hebben laten zien. Maar ik denk niet dat wij nu al zover zijn dat we bij de eerste 2 eindigen.